Twee weken na de avondklokrellen op het 18 septemberplein en bij het station zijn de eerste vier verdachten veroordeeld. De politierechter in Den Bosch behandelde vier zaken in een spoedzitting. Ik vind ook een gevangenisstraf een passende straf. In alle vier de zaken ging het erover wat nou precies de rol van de verdachte was. Ze waren immers lang niet de enige, dus hoe groot was hun rol nou eigenlijk? Je zag dat de verdachten allemaal hun rol zo klein mogelijk maakten. Eigenlijk ook onzinverhalen wilden vertellen. Van ja, die steen die ik vast had, die wilde ik eigenlijk niet gooien. Ik wilde hem net wegleggen. Het viel allemaal wel mee wat ik heb gedaan. Maar ik ben vooral heel blij dat de rechters het ook in de context hebben gezien. Het was een dag waarop je niet in Eindhoven moest zijn. Waarbij je weg moest zijn van het 18 septemberplein. En waarbij urenlang de politie belaagd is. Belaagd met stenen, met vuurwerk. De politierechter was heel duidelijk in zijn oordeel. Dat er ook nog heel veel anderen bij betrokken waren, maakt het niet minder erg wat deze vier gedaan hebben. Ze gooiden stenen naar de ME of waren betrokken bij het leegroven en vernielen van deze auto van ProRail bij het station. Deze verdachte heeft daar een belangrijk aandeel in gehad door in ieder geval op die auto af te rennen en ook op die auto in te trappen. Die beelden zijn vandaag ook nog getoond ter zitting. En dat betekent dat de politierechter zegt, ja, dan heb je dus een aandeel in vernielen van die auto en dan ben je ook aansprakelijk voor de schade. Die schade was 18.000 euro voor de auto en deze verdachte is daar hoofdelijk voor veroordeeld. Als er nog anderen voor veroordeeld worden, dan zullen die ook een deel moeten betalen. Maar in het ergste geval voor deze verdachte, als er geen andere mensen worden veroordeeld, zal die helemaal die 18.000 euro moeten betalen. Ze vinden het niet meer dan normaal dat als jij schade veroorzaakt, dat jij die betaalt. Daar moet je mee opgevoed worden en zo hoor je te leven met elkaar. En dan ben je ook, als je met elkaar een feit pleegt en je met elkaar die schade betaalt, ben je ook afzonderlijk daarvoor verantwoordelijk. En dat is wat deze jongen vandaag hier hoorde. Het is het slachtoffer die aangeeft wat de schade is. Wat de schade is van de auto. Wat er in die auto lag, wat allemaal vernield was. En het ging werkelijk waar om niks. Gewoon voor de lol, voor een pretje, werd die auto omgegooid en in de fik gestoken. En ja, het gaat alle perken werkelijk waar te buiten. Er zijn vier mannen veroordeeld voor hun bijdrage aan die rellen. En de hoogste straffen is twee keer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. En daarnaast nog een stuk voorwaardelijk.